Is het niet slim om eigenlijk voortaan af te spreken dat alle demonstraties op dat stadhuisplein zitten? Dan heb je dat gedoe allemaal niet. Maar daar voelt u niet zoveel voor. Nee, want ik denk dat het grondrecht, vrije meningsuiting, het recht op demonstraties een groot goed is. Ik zeg altijd, de halve wereld is jaloers erop dat dat hier in Nederland kan en mag. Ik zou het een hele rare zaak vinden als bijvoorbeeld een demonstratie aangekondigd van de vakbonden tegen de lonen in de metaal. En ze willen bij VDL of bij DAF, weet ik wel, demonstreren. Zeggen, dat mag wel, maar dat moet hier op het stadhuisplein. Dat geeft geen invulling aan dat recht. Alleen risicovolle demonstraties dan? Nou, kijk, in dit geval van Pegida, want laten we het daar even over hebben, want dat is de aanleiding. Die hebben gedemonstreerd in een wijk waar op enig moment het geweld zodanig uit de hand liep dat het niet meer beheersbaar was. Dat gevaar opleverde niet alleen voor het verkeer, voor de gezondheid van de mensen, ook van Pegida, maar ook voor zeg maar, de wanordelijkheden die zijn weerga niet kenden. Angst en beven bij mensen. Vervolgdemonstraties aangekondigd, want wij zullen en moeten tot aan het gaatje gaan. Wij moeten bij de Al-Fukam moskee komen. En toen heb ik gezegd, dat gaat niet meer gebeuren. Ik mag op grond van de wet de openbare manifestaties plaats en tijd bepalen. Dus ik ga niet over inhoud. Daar heb ik wel een oordeel over, maar dat spreek ik niet uit. En u mag bij mij demonstreren, maar ik bepaal de plaats. En dat is dan op de zaterdag of op de zondag. En u doet het op het Stadhuisplein tussen 3 en 5. Hoe vaak ze ook nog weer met verzoeken komen, ze zijn welkom, maar op het Stadhuisplein. Absoluut. Ja. Ook op 16 november. Ja, ze hebben op 16 november ook al een aanvraag gedaan. Dat is de intocht van Sint-Nicolaas. Nou, u weet dat ook gevoelig onderwerp. Jaar een behoorlijk onderwerp is. We hebben stadsdialogen over gehad. Gaan we volgende week in de gemeenteraad over spreken. Maar het geeft ook aan dat men op zoek is echt naar aandacht, reuring. Nou, we zullen dat weer netjes faciliteren. Maar wel op de gronden en de plekken waarvan ik vind dat die binnen de drieluik verkeer, openbare orde en wanordelijkheden aanvaardbaar zijn. Maar hoe moet ik dat dan zien straks op 16 november? Pegida op het Stadhuisplein aan de ene kant en aan de andere kant bijvoorbeeld de anti-Zwarte Piet demonstranten? Wacht het even af hoe we dat doen. We gaan dat op een goede manier beoordelen. En ik ga hier nou niet mijn overwegingen al tentoonspreiden aan de media hoe ik daarmee om zal gaan. Maar neem van mij aan, zo zorgvuldig we tot nu toe overal mee om zijn gegaan, zo zorgvuldig zullen we ook op de 16 november ermee omgaan. Dat wordt een ingewikkelde afweging. Misschien nog wel ingewikkelder de. Ja, maar dit vak is niet makkelijk. Je krijgt zoals vanmiddag krijg je een aantal complimenten en pluimen. Maar op het moment dat je het moet doen, heb je vaak maar een korte periode om een goede afweging te maken. En weet je, het is zo, we hebben hier 250.000 burgers, 800.000 in de omgeving. Iedereen vindt wel wat. Maar er is maar één die uiteindelijk de beslissing moet nemen, dat ben ik. En nou, dat zijn niet altijd de makkelijkste, maar ja, daar sta ik voor, daar word ik voor betaald. Maar Pegida staat op 16 november, als ze dat willen, op het Stadhuisplein. Pegida staat in ieder geval niet bij de Al-Fukamoskee. En op 16 november ook niet bij de Sinterklaasintocht zelf? Wij gaan dan beoordelen. Ik heb de aanvraag. Ze hebben een aankondiging gedaan. Ik heb nog geen aanvraag. Ik heb nog geen beschikking gedaan. En ik ga de voorwaarden van de beschikking nu niet in de media met u communiceren.